Hallo allemaal, die kennen we nou wel, Vincent. Verzin eens wat nieuws. Maar ja, wat dan? Weet je, en in principe is het ook wel leuk om iedereen een fijne hallo allemaal te wensen. En welkom bij alweer een aflevering van Vraag Vakantie Vincent. Nou, je ziet het, ik zit er alweer helemaal klaar voor. Ten opzichte van vorige week. Wat hebben we geleerd, Vincent? Nou, het duurde heel erg lang vorige week. Dus we gaan even kijken of we er snel doorheen kunnen. Jassen. Wat heb ik vandaag? Ik heb, kijk. Het is wel leuk om, als verbeterpuntjes. Ja, weet je, we leren elkaar toch een beetje beter kennen op deze manier. En dat is toch best wel bijzonder. Althans, ik vind het best wel erg bijzonder. Ik hoop dat jullie het net zo bijzonder vinden als ik. Echt waar. Dat hoop ik echt. Ja, het boeit me ook geen reet eigenlijk. Maar bij bijzondere momenten hoort een kaarsje. Zie je dat? Bij bijzondere momenten hoort een kaarsje. En ja. Gewoon prima. En week 1 had ik chippies, weet je nog? Zat ik chippies te eten? Oh. Maar die chippies, daar was ik niet zo. Ik weet niet. Ik vond die echt van huis. Vorige week had ik nootjes. Die had ik helemaal niet gegeten. Maar deze week, kijk eens wat ik hier heb: chocolaatjes. En dit, jongens. Deze chocolaatjes, dat zijn echt tering lekkere chocolaatjes. Maar daarover later meer. Hallo. Laten we beginnen. Dan zijn we ook sneller klaar. Nou, ik heb alles al klaargezet, dus dat is gewoon helemaal prima. Van Jorik Schut. Ja, ik val gelijk met de deur in huis, dat zie je. Ik deed het al. Hop. En daar begon ik. Beste VVVVV Vincent, hallo. Allereerst willen wij u uiterst bedanken om over deze mail te buigen. Ook voelen wij ons vereerd dat wij uw wijsheden en liefde mogen beamen. Het voelt alsof wij op hetzelfde niveau resoneren en vibreren. Ja, dat kan. Vanaf het eerste moment wisten wij al dat u een intellectueel heerser was. Kijk, en deze heeft dan wel intellectueel met twee L'en geschreven. Peace out, motherfucker. Nadat wij deze veren achter in uw anus hebben geduwd, willen wij u nog een aantal vraagjes voorleggen. Niet zomaar wat vraag is, maar vraag is waarop een urgent antwoord nodig is. Een urgent antwoord nodig. Dus je hebt geen antwoord nodig, maar je hebt een urgent antwoord nodig. We zullen wel kijken wat voor antwoord je krijgt, Jorik. Hoezo spreek je over bij? Nee. We hebben uw wijsheid nodig om verder te komen in ons leven. Wij vragen ons af hoe je jezelf terug kan vinden als je jezelf al zo vaak hebt verloren. Heeft het dan nog wel zin? En wat zou het uitmaken als de wereld er niet meer zou zijn? Wat ons betreft zou dat niet uitmaken, want als iedereen dood is, is iedereen levend. Nou, dat hebben jullie goed gezien, want in principe is er geen verschil tussen leven en dood. Het is allemaal maar relatief. Alles is dezelfde bron. En dit hele leven is ook maar een ervaring. En een soort van reis. En nou ja, prima toch. Maar er is geen verschil. Want alles is alles. En alles wat ooit is geweest en zal zijn, dat is al. Goed, mijn verhaal. Even kijken, een paar vraagjes. Wij zijn nodig. Hoe kan je jezelf terugvinden als je jezelf zo vaak verloren hebt? Nou, als je jezelf niet verliest, kan je jezelf ook niet terugvinden. Toch? En het gaat om de hele reis van het verliezen en vinden. En het hele proces daartussen. En ja, dat maakt het juist zo leuk, weet je wel. Jezelf verliezen en weer terugvinden. En weer opkrabbelen en weer neerpleuren. En ja, al die dingen. De film, dat is de film, weet je wel. Dat maakt het spannend. Dat als je de hele dag maar op de bank zit voor je uit te staren. Ja, dan ga je ook door diepe dalen. Hè? Maar dan hier. Maar je kan ook een berg beklimmen en dan naar beneden kan ik stralen. En ja.
En jezelf dan weer terugvinden beneden in het ravijn, weet je wel. Maar goed, ik weet niet of dat het antwoord is op de vraag. Ik weet het niet, allemaal niet. Ik weet het allemaal niet. Heeft het dan nog wel zin? Ja, het heeft zin. Natuurlijk heeft het zin, anders zijn we hier toch niet. En wat zou het uitmaken als de wereld er niet meer zou zijn? Dat zou niet uitmaken. Want eigenlijk is die er ook niet. Dat is wat wij ervan maken. Weet je wel? Alles is alles en alles is niks. Alles is alles. Dus alles is ook niks. Dat is toch gewoon prima. Wat ons betreft zou dat niet uitmaken. Nee, het maakt ook niet uit. Het maakt ook niet uit. Uiteindelijk maakt het allemaal geen ene fluctuering uit. En ook wel. Kijk, in het absolute maakt het niet uit. Als je in het naam van het absolute doet, dan maakt het niet uit. Maar ga je laag eronder, dan krijg je met karma te maken. Dus handel je vanuit de liefde, dan maakt het niet uit. Handel je vanuit het ego, karma. Nou ja, gegroet Pjotr en Jipfri. En een hele fijne hallo. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Oh, kijk. Die naam heb ik meer voorbij zien komen. Esmee Paulusma. Daar is ze weer. Dag Esmee. Daar ben je weer. Jij bent een veelpleger, hè, Esmee? Zal ik eens even kijken wat je dit keer weer... Hoi Vincent. Prima. Prima aanhef. Esmee weer hier. Ja, dat hadden we al door, Esmee. Dat jij weer hier bent. Ik krijg een beetje het idee dat je om aandacht verlegen zit of zo. Maar ook dat geeft niet. Ook dat mag er zijn. Weet je, je hebt in ieder geval de ballen om mij een mailtje te sturen. En, nou, respect daarvoor, man. Ik heb genoten van je video en was erg tevreden met je antwoord. Je hebt gelijk. Uit hetzelfde ei is eigenlijk een beetje bullshit. Ja, tuurlijk heb ik gelijk. Ik heb altijd gelijk. Nu heb ik uiteraard een nieuwe vraag. Die luidt, dubbele punt. Is die luidt niet met dt? Die luidt, dubbele punt, dt? Nee, dus die luidt, dt, dubbele punt. Hier staat die luidt. Met dubbele punt, met een D alleen. Ik weet het niet. Misschien kan iemand ons dat vertellen. Ik ga het nu niet opzoeken. Ik heb er geen tijd voor. Maar misschien handig. Niet dat we het niet begrijpen als die T er niet bij staat. Maar we willen wel dat hier ABN, of hoe noem je dat? Gewoon normaal Nederlands wordt geschreven, toch? Als iemand dat even wil regelen, dan prima. Maar goed, wat is jouw levenspadnummer? Mijne blijkt 8 te zijn. Ik weet nog niet goed wat ik ermee aan moet. Ik weet ook niet wat ik hiermee aan moet. Maar ik kom er denk ik wel. Nou, lieve Esmee, ik weet wel zeker dat jij er komt. Dat weet ik 100% zeker. Sterker nog, je bent er al. Dus dat. Verder hoop ik dat het goed met je gaat. Dat hoop ik ook, Esmee. En ik hoop dat het ook met jou goed gaat. Met vriendelijke groet, Esmee. Ja, mijn nummer, mijn levenspadnummer. Pff, geen idee, man. Wil je nou dat ik er nog zomaar een nummer ga roepen, of? Ik weet het niet. Dus ja. Van Ancestors. Van onze voorouderen is deze. Moeilijk is de aanhef. Hey Vincent, ik groet je zo niet vanuit disrespect, maar zo ben ik gewoon. Een beetje heel erg gay, maar goed. Hij is gewoon een beetje heel erg gay. Maar goed. Wat moet ik doen met de mensen waar ik heel erg om geef? In de liefde, maar waar ik mij toch niet prettig bij voel. Niet veilig. En? Ja, ik heb echt geen idee wat je hiermee bedoelt. Dit is echt... Wat moet ik doen met mensen waar ik heel erg om geef? Komma, in de liefde... Maar waar ik mij toch niet prettig bij voel, komma, niet veilig. Ja, als je je niet goed voelt, dan moet je gevoel zegt alles. Dit zegt alles, dit zegt niks. Dit is alleen maar om je hier op aarde, een soort van dat je niet in een... Je hoofd is, laat maar zeggen, een soort een computer om te zorgen dat jij hier kan bewegen op aarde. Dat je niet in een ravijn kankert of zo. Of dat je een auto kan besturen. Of dat je. Maar je gevoel. Dat is de energie, weet je. Daar moet je op afgaan. In omgang met ander leven. Respect
gevoel. Als je niet fijn bij iemand voelt. Ja, dat zegt genoeg, toch? En hoe en waarom op deze manier? Waarom werkt alles, het hele bestaan van alles, op deze manier? En hoe dan? Ik heb geen idee en word hier ook onrustig van. Ja, dat moet jij weten. Het is aan jou. Je kan er ook relaxed van worden. Je kan ook, je kan er van alles van worden, weet je. Dat maakt niet uit. Jouw probleem. Althans, moet jij weten wat jij ergens van wordt. Ik zou gewoon denken van, goh, er gebeurt wat. Waarom werkt alles? Dat weet ik niet. Het leven is een meesterwerk. Het leven, creatie, is een meesterwerk. Een oneindig meesterwerk, want het blijft maar doorgaan. Evolutie, weet je wel. Zichzelf steeds vernieuwend, verbeterend meesterwerk. En het wordt alleen maar mooier en mooier. Nou, hoe geniaal is dat? Hè? Evolutie, dat blijft maar mooier en beter en mooier en beter. Nou, dat is gewoon prima. Kun je nagaan, wie heeft dat bedacht? Wauw, hoe intelligent is dat? Ik heb geen idee en word hier ook onrustig van. Ja, nou, dan word je lekker onrustig ervan. Maar ja, weten. Een hele fijne hallo. Nou, dat vind ik wel hartstikke leuk. PS, je bent een bron van inspiratie, dankjewel. Jij ook bedankt, Ancestors. Van Luc van den Hoek. Hallo beste Vincent. Van der Mark of vakantie Vincent of Vincent, maakt ook niet uit, moet jij weten. Ik vraag me af wat je kinderen van je vinden. Die vinden mij wel lief. Die vinden mij wel lief, die vinden mij soms ook niet lief. Ja, weet je, het leven weet je wel. Maar ik denk dat ze me het over het algemeen wel lief vinden. Althans, daar doe ik heel erg mijn best voor. Om een hele goede vader te zijn voor mijn kinderen. Om al mijn wijsheid ook aan hun mee te geven. Weet je wel? Zoals ik dat ook bij jullie doe. Jezus, we zitten al op 12 minuten. Dit gaat echt niet opschieten op deze manier. Ik neem even een chocolaatje erbij. En deze chocolaatjes, dat had ik jullie beloofd, hè? Dit is een... Zal ik met een gouden beginnen? Een goud chocolaatje. Mmm. En die is ook goud. Mmm. Lekker toch? Mmm. Mmm, echt lekker. Die komen uit Den Haag. Van een koffie-chocoladefabriekje daar. Ik ben geen reclamemaker, maar dit is zulke lekkere chocolaatjes. Hop en Stork heet het. Daar komen die chocolaatjes vandaan. Fucking lekker. Heel duur, maar het is elke euro waard, man. Tering lekker, echt. Ik zou er bijna nog een nemen. Nee, even wachten. Oké. Ik vraag me af wat je kinderen van je vinden. Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. En ook vraag ik me af, ik doe mijn best, wat 1 plus 1 is. Ja. Ja. Ik probeer het al jaren uit te vinden. Zou je me kunnen helpen? Ik zou je kunnen helpen. Dat zou ik kunnen doen. Maar door dat te doen, help ik je daarmee? Of help ik je... er meer mee dat je het zelf uitvindt. Wat denk je zelf? Ik denk dat ik je er meer mee help door jou het antwoord niet te geven, maar dat je maar lekker zelf uit gaat zoeken wat 1 plus 1 is. En dan mag je bij me terugkomen. Als je er echt niet uitkomt. Alleen een wijs man zoals jij kan dit weten en de wereld helpen met dit probleem. En wat heb jij goede voornemens voor dit jaar? Ik ben trots op je. En doe de groetjes aan Sjaakje. Ik weet niet over welke voornemens jij het hebt. Maar ja, ik heb alleen maar goede voornemens. Nou ja, ik vind het fijn dat je trots op me bent. En doe de groetjes aan Sjaakje. Sjaakje, je krijgt de groetjes van Luc. Nee, je zegt niks terug. Weet je wat, we pak je er even bij, joh. Maak het allemaal uit. Eén grote dolle boel hier. Daar is hij hoor, Sjaakje. Sjaakje, Sjaakje, quickie, quick. Pak mijn fluit er ook even bij. Waarom niet, joh? Maak het allemaal uit. Kijk, daar is die Sjaak, de original. Je krijgt de groetjes van Luc van de Hoek.
De groetjes. Nou, dat zijn toch gewoon mooie groetjes. 15 minuten. Tering, tering. En de groetjes aan Sjaak. Nou, heb ik net gedaan met een hele vriendelijke hallo. Luc van den Hoek, Hoek, Roek, Stoek, Vloek, Moek, Pannenkoek. Nou, leuk hoor. Dankjewel, man. Van Juma Morosink. Hoe ben jij geworden tot de persoon die jij nu bent? Het leven, grote vriend. Die was lekker, die kon ik snel beantwoorden. Dat was prima. Oh, dat is van dezelfde. Juma Mosink, zou je alsjeblieft alle vragen in één mail willen? Hallo? Nu moet ik 2 mailtjes aanklikken om... Dit kost je ons tijd, weet je wel? Maar dat geeft niet. Maar volgende keer... Kom op, ik neem even een chocolaatje. Waarom heb jij een Radio Bad 1? Die heb ik... Nou, omdat ik die heb. Als je goed hebt opgelet, dan weet je dat Frank die mij heeft voor mij heeft ontvoerd. Van Martijn. Uit de Mooie Mannenclub. En hij is nu hier. En volgens mij heeft hij het veel meer naar zijn zin bij mij dan bij Martijn. Maar goed. Toch, Sjaakie? Wat zeg je? Wat zeg je, Sjaakie? Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat zeker niet. Maar bedankt. En waarom zeg je er tegen nee, dat is voor vanavond? Wat bedoel je daarmee? Nou, ik bedoel daar niks mee. Dat is aan jou. Ik maak die shit en jij... kijk ernaar en jij, er gebeurt wat in jouw hoofd. Dat is niet aan mij, wat er in jouw hoofd gebeurt. Dat is aan jou en dat zegt alles over jou. En dat zegt niks over mij. Denk daar maar eens over na. Heb je erover nagedacht? Mooi zo. Maar misschien bedoel je hoe ik erop kwam. Dat filmpje. Dat is een leuk verhaal. Dat is echt een heel leuk verhaal hoe ik erop kwam. Volgens mij zat een van mijn dochters hier ergens mee. Waarschijnlijk ging het over iets lekkers. Toen zei ik, nee, dat is voor vanavond. En toen begon ze een beetje door te zeuren. Toen zei ik, nee, dat is voor vanavond, voor vanavond. En toen voelde ik een liedje in mijn hoofd. En toen dacht ik, hey, daar kunnen we iets leuks geks mee doen. En toen ben ik dat filmpje gaan maken. En dan doe ik gewoon wat er in me opkomt. Dus dat was dat. Lekker een beetje brein neuken. Daar hou ik van. Dus dat. Van Jesse. Beste Vincent, ik vroeg mij af, hoe zet u een schutting in elkaar? Groetjes Jesse. Nou, in principe zet ik nooit schuttingen in elkaar. Ik zou het wel kunnen, maar... Daar heb ik geen zin in, want ik heb betere dingen te doen in mijn leven. Ik laat altijd schuttingen in elkaar zetten. Want kijk, ik kan een schutting in elkaar gaan zetten, maar dan doe ik er, weet ik veel, heel lang over. Voordat ik überhaupt door heb dat waar ik aan begonnen ben. Terwijl er zijn mensen die zijn er veel beter in als ik. En ieder heeft zijn eigen talenten. En ik moet me niet bezighouden met het in elkaar zetten van schuttingen. Al, ik zou het wel kunnen, maar ik heb er gewoon geen zin in. Dus hoe zet u een schutting in elkaar? Nou, ik laat het doen. Dus niet. Poeh. Intens. 19 minuten. Maar het gaat goed, jongens. Van Nora. Hi, Nora. Hallo, Vincent. Zie je, ik heb je naam in een hoofdletter geschreven omdat ik u respecteer. En ik respecteer jou ook, Nora. Dat vind ik echt heel erg top. Ik vind al uw video's oprecht heel leuk. En ik zou zo 809 veren in uw reet steken. Ja, dan ben ik net een pauw. 809 veren? Goh. Het zijn wel een hele hoop veren. Daar zijn we wel heel erg lang mee bezig. Of je kan ze in één keer erin steken. Maar ik weet niet hoe relaxed ik dat ga vinden. Als je in één keer al die veren in je reet krijgt.
lijkt me best heftig. Dat kan ook heel plezierig zijn. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar dat zie ik wel. U heeft ooit een droom over u en Sylvaan gehad. Jullie gingen toen een broodje bal en gebakken banaan in Giethoorn eten. Dat klopt. Heb je nog veel contact met Sylvaan of is er een vervolg? Nou, Sylvaan, als je goed hebt opgelet, die komt regelmatig terug. In mijn werk, Sylvaan. Dus, ja, had je maar beter op moeten letten, denk ik. Ook wilde ik u vragen of u nog op 1,5 meter neukt. Of ik 1,5 meter neuk? Op 1,5 meter neuk? Nee, ik neuk in principe gewoon altijd. Maar dat is ook op 1,5 meter, want ja, ik ben langer dan 1,5 meter. Toch? Dus dan neuk ik ook op 1,5 meter. Maar ja, wat een rare vraag. En of u een keer een meet and greet houdt, want daar wil iedereen graag naartoe. Ja, dat snap ik, dat iedereen graag naartoe, want dat zou ik ook wel leuk vinden, meet and greet. Maar nu met die corona bullshit en al die dingen die er gaande zijn, denk ik niet dat het handig is dat wij met z'n allen meet and greet gaan afspreken. Want dan, snap je zelf ook wel wat er gebeurt, toch? Maar ik zou het wel heel leuk vinden. Dus gaan we kijken, man. Maar het komt goed. Ik heb nog één verzoekje. Kunt u... Nee, dat ga ik niet doen. Heel erg bedankt en een fantastische hallo. Met vriendelijke groet, Nora en Rinoet. Nou, jullie ook vriendelijke groet, hè? Van Ian Klein. Ja, hallo, ben ik weer. Ja hoor, hallo. Hoe gaat het met mijn favoriete kale persoon? Weet ik niet, dan moet je aan je favoriete kale persoon vragen. Hopelijk wel best. Zo niet, kop op, wordt altijd beter. Ja, oké. Okay. Nou, nu op naar de vraag van vandaag. Wat was het dieptepunt in uw leven? En wat u hieruit heeft geholpen? Het dieptepunt in mijn leven. Alvast bedankt voor uw tijd. Alleen maar love en tot volgende week. Het dieptepunt in mijn leven. Nou. Ja, zijn het wel echt dieptepunten of zijn het leermomenten? Is er wel een hoogte- en dieptepunt? Weet je? Wat voor de ene hoogtepunt is, is voor de andere dieptepunt. Maar van alles in het leven, die chocolaatjes zijn echt zo ontzettend lekker. Die chocolaatjes zijn heel lekker. Ik wilde iets anders zeggen, maar ik proef de chocolade, dus toen zei ik die chocolaatjes. Het dieptepunt, nou ja. Van alles kan je leren, van hoogte- en dieptepunten en... Het is maar hoe jij er tegenaan kijkt, hoe jij ervaart van hoogte en dieptepunt is. Dieptepunt in uw leven, ja. Pff, weet ik veel. Ja, ik kan hier niks mee, man. Dieptepunt in mijn leven. Maar goed. Misschien ben ik wel mijn verhaal aan het opschrijven. En dan kan je alles over me lezen. Misschien ben ik dat wel aan het doen. Maar misschien ook niet. Misschien is dat iemand wel. Misschien ben ik daar wel mee bezig dat iemand dat voor me doet. En dan kan je er alles over lezen. Is dat een idee? Want ja, het zijn gewoon ervaringen, weet je. Het zijn geen hoogte- en dieptepunten. Ervaring is ervaring en daar, als het goed is, leer je ervan. Weet je, dan komen we weer bij evolutie uit. 24 minuten. Foei. Moet wel een beetje opschieten. Hallo Vincent, topper die je er bent. Dat ben ik wel, man. Wat is jouw interesse voor 5-MeO-DMT, a.k.a. het kikkermedicijn? Het is niet het kikkermedicijn, grote vriend. Het komt van een pad. Dus je moet beter je huiswerk doen. En niet alleen van een pad, want het zit ook in ons. 5-MeO-DMT, the God Molecule. Ik zal even die twee boekjes erbij pakken, al zijn het niet mijn, is het niet het beste werk wat er over is geschreven. Maar... Even kijken. Die andere weet niet waar die is. Die kan ik zo snel niet vinden. Nee, niet snel. Maar dat geeft ook niet. Dat is ook wel. Kijk. My journey to the 5-MeO-DMT and spiritual path to divine light. The God Molecule, 5-MeO-DMT.
Waar die interesse vandaan is gekomen, nou ja, gewoon. Weet je, hoop doet leven, onderzoek doet leven en interesse, ja. Interesse, ja. Waar die interesse vandaan is gekomen. Nou ja, als je eenmaal op het medicijnpad zit, dan kom je dat ook tegen. En zou je mogelijk ook een video over je ervaringen met dit medicijn kunnen maken? Dat ga ik zeker doen voor jou, man. Dat ga ik zeker doen en daar ga ik een speciale video voor maken. Bij de medicijnman op YouTube. Een hele vriendelijke hallo Julien. Ik ga dat doen. Maar ik moet eerst nog een andere medicijnman maken. Ja, maar ik ben ook echt fucking druk, weet je wel. Ik ben al lang blij dat ik dit kan doen. Maar ik ga het voor je doen. Beloofd is beloofd. Een man, een woord, een woord. Ik ga het voor je doen. Maar eerst moet ik het medicijnman afmaken. Misschien doe ik een tussenuitstapje. Doe gewoon een tussenstapje. Ik ga het voor je doen, man. Misschien ga ik wel een keer live 5-MeO doen. Het was live, misschien ga ik er wel een keer een video van maken als ik het ga doen. Maar het komt goed. Oké, van Bram. Bram Meijering. Maar bedankt voor je vraag, Julien. Leuk dat je daar interesse in hebt. Ik ga het voor je doen, man. Bram Meijering. Kom op. In één keer. Ha, Vincent, erg benieuwd wat jij te zeggen hebt over het volgende. Hoe kijk je naar het oneindige heelal, de zon, de maan, de sterren, etc.? Met vriendelijke groet, Bram. Ja, vol bewondering, man. Een heldere sterrennacht, hoe mooi is dat, gek? De zon, de maan, de sterren, ja, fantastisch. Prachtig, toch? En hoe ik daar tegenaan kijk, het oneindige heelal, nou ja, wij zijn dat. Dat is wat wij zijn. Alles is alles en alles... uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Alles is energie. En alles... Wij zijn het universum. Wij zijn de maan, de zon, de sterren, de aarde, de hemel. Wij zijn dat. Dus, nou, zo kijk ik er tegenaan. En ja, ik hoop dat het antwoord je voldoening geeft. Is het niet genoeg? Nou ja, prima. Dan stuur nog maar een mailtje. VVV gedicht nummer 2. Ah, we hebben weer zo'n hoe noem je dat ook weer? Repatriant of recidivist. Een recidivist. Beste Vincent, vindt u ook? Vincent, vindt u ook dat uw fans, zo zij zich noemen, veel te plat uw boodschap doen verbloemen? Elk van uw meesterwerk rijk aan diepgang, ze vatten het niet en ik verlang. Een wereld van clowns vrij, waar goede clowns de wereld zijn. Zonder vrees, enkel hoop. Beste Vincent, ik vind het ook. Een hele fijne hallo. Pieter Post. Nou, dat is wel leuk. Ik had dus laatst een heel goed gesprek met Pieter Post. En dan gaat hij zo'n leuk gedicht schrijven. Bedankt voor dit mooie gedicht. Ere wie ere toekomt. En zo is dan ook weer. Oh, ik heb nog een biertje koud liggen. Een 0,0 biertje. Die vind ik ook lekker. Die ga ik even pakken. Die moet altijd, ik ga het jullie vertellen. Kijk. Want. Vroeger dronk ik altijd Hertog Jannetjes, toen ik nog alcohol dronk, uit een blikje. Omdat ik een horecaman ben en weet van welk bier ik hou en hoe ik daarvan hou. Hertog Jannetjes dronk ik altijd, die zet ik altijd, als ik Hertog Jannetjes ging drinken, zet ik ze altijd minimaal, heeft een blikje, 8 uur nodig om op temperatuur te komen. Maar meestal als ik wist dat ik biertjes ging drinken, zet ik ze eerst een dag in de koelkast. En als ze een dag in de koelkast hadden gestaan, dan legde ik ze nog even 10 minuten aan een kwartiertje in de vriezer. Het ligt eraan welke vriezer je hebt. En dat was het lekkerst. Dan zit hij tussen de 0 en de 1 graden en dat is het lekkerste biertje ever. Als je alcohol drinkt, is dat voor mij het lekkerste biertje ever, een Hertog Jan. Maar ik drink bijna geen alcohol meer. Want daar word ik niet zo gezellig van. Dat is niet goed voor mijn systeem. Dus toen had ik een probleem. En toen ergens een jaar geleden of anderhalf jaar geleden zag ik in de winkel Hertog Jan 0,0. Toen dacht ik, oh wauw.
Het is a dream come true. Ik denk, als dit het smaakt zal, hetzelfde smaakt als Hertog Jan de blikjes, dan ben ik een gezegend mens. Maar dat deed je dus niet. Ah. Het smaakte er zelfs alles behalve naar. En toen was ik helemaal teleurgesteld. En toen dacht ik, jeetje, helemaal gedesillusioneerd. En toen dacht ik van, goh. Nou, voor mij nooit meer een 0.0 biertje. En toen vorige zomer, toen had ik toch zo'n trek in een lekker ijskoud biertje. En toen ben ik allerlei 0.0 biertjes uit gaan proberen. En uiteindelijk ben ik bij Heineken terechtgekomen. Heineken 0.0. Ik mag geen reclame maken trouwens. Maar goed, die komt het dichtst in de buurt van wat dan bier zou moeten zijn. En dan zonder alcohol. Dat is helemaal top. Dat is helemaal prima. Ik heb al 2 keer reclame gemaakt deze. En ik maak nooit reclame. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Daar krijg je ook niet voor betaald. Maar het is wel zo. Maar goed. Ze zullen wel blij met me zijn daar. Oké, nou een hele goede hallo van Joris Verstappen. Heb je ervaring met puur Shilajit? Zo ja, wat vind je daarvan? En zou je het aanraden? Nee, geen ervaring mee. Ik ga het ook niet opzoeken. En nee, ik kan het ook niet aanraden dus. En heb je ook het boek De Kracht van het Nu gelezen? En zou je het aanraden? Nee, heb ik niet gelezen. De Kracht van het Nu, ja, dat klinkt als... Er is alleen nu. Dus ja, dat zou ik zeker aanraden om daarvan te genieten, man. Jezus, we gaan echt veel te langzaam. We gaan nog, maar de vragen zijn ook wat diepgaander dan vorige keer. Dus wat dat betreft... Hebben jullie je best gedaan dit keer? Jullie zijn meegeëvolueerd. En daar ben ik hartstikke trots op. Hartstikke leuk, jongens. De Kracht van het Nu. Zou ik het aanraden? Nee, want ik heb het niet gelezen. Tim van Stiphout. Kom op. Het duurt allemaal veel te lang. Hop. Kijk. Een hele fijne hallo. Ik loop al een tijdje met 2 vragen, moet ik weten. Wat is de geschiedenis achter het vakantie Vincent? En wat is nou je officiële naam, Vincent of Vincent? Ik hoop op een reactie van jou, maar jij weet. Groetjes van Tim van Gasmeijer en een hele fijne hallo. Nou, de geschiedenis achter vakantie Vincent, ja, dat is een heel lang verhaal. En ik zei al dat ik mijn verhaal misschien wel aan het opschrijven ben, dus... Dat hoor je dan nog wel, maar in principe vakantie Vincent komt van... toen ging ik met mijn vrouw, waar ik nu nog steeds mee ben. En dat is heel lang geleden. En toen studeerde ik en toen was ik alleen... toen werkte ik altijd in de horeca. En toen was ik alleen maar aan het feesten. En in de zomer leerde ik haar kennen. En ja, in de zomer was ik alleen maar elke dag aan het feesten natuurlijk. Want ja, dat hoort erbij. Daar is het zomer voor. En toen zei mijn vriendin van, joh, suip je altijd zoveel? Of ga je altijd zoveel op stap? Ik zei, nee joh, het is toch vakantie? Toen zei zij ook een soort van... Oh, dus dit is een soort van vakantie Vincent. Ik zei, ja, vakantie Vincent. En het is heel grappig, want die naam die is echt alleszeggend over mijn hele leven. Want ik zie het leven als één grote vakantie van wat ik ben. Maar goed, daarover later meer. Maar goed, heb je al pas een kleine teaser, heb je dan. Een teaser. Oh, wat hou ik het spannend. Ja, maar we gaan echt... Gegroet aardbewoner, wat gaat u vanavond eten? Nou, ik heb al gegeten. Dus daar ben je een beetje te laat mee. Maar ik heb vanavond gegeten soep vooraf. En daarna heb ik een eitje gebakken. Met biologische spek. Biologische eieren met biologisch brood en biologisch spek. En dat was gewoon prima. En biologische soep trouwens ook. Dat is gewoon prima. En daarnaast heb ik dus chocolaatjes gegeten. Oh. Okay. Deze shizzle moet je echt ijskoud drinken. Anders is het niet lekker. Dan moet je het niet doen. Dan is het niet te zuipen. Dus ja, wat ga ik nog eten? Nou, ik ga dit chocolaatje nog eten. Heerlijk. En ik denk dat ik daarna niet heel veel meer ga eten. Van Willy 4. Lieve Vincent, hallo. Ik wil je bij deze hartelijk bedanken voor het uitschelden van mij als lul zijnde in je vorige vraag vakantie, Vincent.
Dit is al de derde die mij meerdere mailtjes heeft gestuurd. Het begint een soort van relatie te worden of zo. Ik kon dit alleen maar appreciëren. Nou, ik ben blij dat jij het apprecieert, jongen. Dit zal mij namelijk wel twee keer doen denken wanneer ik weer eens intellectueel moet spellen. Die andere gozer die daarvoor, die spelde het wel in één keer goed. Lul. Hierbij mijn derde vraag van dit seizoen. Wat zou je doen als je elke dag het woord hallo maar 5 keer mag zeggen? Ja, hallo. En hierna je hallo te goed moet opwaarderen door middel van docking met de BBC. Lees Big Black Cock van Sylvana Simons. Docking met de BBC. Maar Sylvana Simons, ik moet hem dus opladen bij Sylvana Simons. Ik kijk ontzettend uit naar je antwoord. Nou, ik ook. Ik kijk ook ontzettend uit naar mijn antwoord. Want dit wordt me toch een antwoord, jongen. Wederom, hallo en hallo, meneer Pimpel. Dus, ik mag maar 5 keer hallo zeggen en daarna moet ik het opwaarderen. Bij Sylvana Simons. Nou, daar heeft niemand zin in, toch? Nee, flikker op, man. Ik zeg gewoon hallo en ik ga helemaal niet naar Sylvana Simons. Oké, van Eben. Hallo Vincent, hallo. Hoe en waarom ben je zo into, ik weet het, ik ben heel hip, spiritualiteit en die shit geraakt? Ik vraag me ook af wat het verhaal achter de Radio Bad Eend is. Moet ik weten, ook al weet ik het niet. Goed uit Den Haag. En nog een paar gemeenten ook, hallo. Ja, het verhaal achter de Radio Bad Eend. Nou, als je, je kan gewoon kijken op YouTube. Mijn oudste video's. Dan zal het je misschien duidelijk worden. Dus dat ga ik niet voor je voorkouwen. Into de spiritualiteit, ja. Vanaf dat ik me bewust ben dat ik hier een soort... Dat ik bewust ben, vraag ik me al af in wat voor freakshow ik ben beland. Weet je, wat is dit? Wat ben ik? Wat is dit leven? Wat doe ik hier op aarde? En ja, die vragen hebben me nooit losgelaten, man. Weet je, op een gegeven moment dan word je ouder en dan... Weet je, laat maar zeggen, er komt een loodgieter bij jou thuis. En die is thuis bij jou heel aardig. En laat maar zeggen dat hij 10 minuten later bij jou, dat je op de grote weg rijdt. En dat hij achter je, aan je, op het aan je bumper kleven is, weet je wel. Dat soort dingen, dat heb ik altijd fascinerend gevonden. Van, ja, waarom doet iedereen zo raar? Waarom is iedereen zo nep? Wat is dit voor freakshow? Waar ben ik in mijn land? Dat heeft me nooit losgelaten. En daarop ben ik verder gegaan. Nou, en als je dan een beetje onderzoek doet en je leert een beetje... Ja, nou ja, dan kom je op een gegeven moment bij die spiritualiteit uit. Maar dat is ook niet spiritueel, want het hele leven is... Alles is, weet je wel. Dus spiritualiteit is om een... Voor ons westerlingen is het spiritualiteit. Maar in de jungle, ja, is het heel normaal, weet je. Maar... Echt hardcore in de spiritualiteit ben ik echt geraakt. Naarmate ik de planten heb leren kennen. De medicijnplanten. Maar dat ging tegelijkertijd met het hindoeïsme, boeddhisme. Het kwam allemaal in één keer. En mijn onderzoek. Het kwam allemaal tegelijk, man. Je moet gewoon onderzoeken. Verder kijken dan je neus lang is. En dan kom je hier uit. Als het goed is, kom je hier dan op uit. Dat is een beetje het antwoord. Is je vraag niet helemaal beantwoord, dan ga je me nog maar een keertje mailen of zo. Weet ik veel. Oeh, want ik ben er best wel klaar mee, man. 40 fucking minuten. Maar we zijn er bijna. Van Lasse. Hallo Vincent, hallo, hallo. Wat is de betekenis van hallo? Het woord vibreert niet zo met mij. Een hele fijne hallo van Lasse. Ja, wat is de betekenis van hallo? Ja. Kan van alles zijn. Dat is wat jij eraan geeft, Lassen. Wat is de betekenis van Lassen? Lassie. Nog 2 vragen en dan zijn we er klaar mee. Dan zijn we er echt klaar mee. Ik ben er ook best wel klaar mee. Mijn chocolaatjes zijn op. Mijn kaarsje gaat bijna uit. Ik heb gefloten. Ik heb mijn biertje op. Sjaki die zit hier ook zo van, joh, wat de fuck ben je nou mee bezig, man? Van Balfappius. Beste Vincent, is er een seksualiteit voor mensen die zich enkel aangetrokken voelen tot 2-dimensionale anime-meisjes met dikke borsten?
Sinds ik een klein kereltje was, voelde ik me nooit aangetrokken tot echte vrouwen, maar Japanse stripfiguren hebben het echt voor elkaar gekregen. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Elke vrijdagnacht sinds 2009 doe ik traditionele Japanse kleding aan en zwaai ik in de rondte met een zwaard. Ten einde mijn katana-vaardigheden te verbeteren, ter voorbereiding op de dag dat ik verhuis naar Japan en Hokage word, ben ik de enige. Ik denk het wel, man. Ik bedoel, ik heb hier echt nog nooit mee bezig gehouden. Maar ik weet niet, misschien is er nog wel zo'n half Mogol als jij. Ik weet niet of je de enige bent. Er is vast nog wel zo'n lijp die zich daar ook mee bezig houdt. Maar ja, weet je, dat moeten jullie weten. En zo niet, wat is de officiële naam? Weet ik veel. Ik dacht dat hentai seksueel de lading wel zou dekken, maar hoe meer ik eraan denk, hoe autistischer dat klinkt. Nou, hier laat je wel zien dat je over een hoop zelfkennis beschikt. Bal. Ja, je heet Bal. Nou ja, prima toch? Ja, prima. Hoe denk jij hierover, Vincent? Alvast bedankt voor je antwoord. Ja. Nou ja, ik denk er niet zoveel over. Ik vind de vraag wel leuk of zo. Ik denk hier niet over na. Bas van Amstel, dat is de laatste. Gelukkig maar. Dan kan ik gaan chillen op de bank. Geachte Vincent, wat vind je gezin van de content die je maakt? Met vriendelijke groet Bas. Nou, toevallig kwam mijn dochter net aangehuppeld toen ik die vraag al een beetje aan het voorbereiden was. En die zei, ja, ik vind het soms wel leuk, maar soms vind ik het ook wel niet leuk. Volgens mij heb ik vorig jaar ook al die vraag beantwoord. Ja, ze kunnen er van alles van vinden, weet je. Ja, wat moet ik ermee? Ik weet niet wat ze ervan vinden. Soms leuk, soms niet leuk. Ja, dat mag. Iedereen moet vinden wat zij willen vinden. Door iets te vinden maakt het je eigenlijk alleen maar jezelf heel moeilijk. Je kan beter nergens wat van vinden en dan gewoon kijken. Alles prima vinden is ook goed, toch? Maar goed. Dus dat waren de vragen. Nou, gelukkig hebben we maar 43 minuten erop zitten. Dus jongens, hartstikke bedankt dat jullie zo ontzettend veel vragen naar mij toe sturen. En ja, misschien tot volgende week. Ik weet het verder ook niet. Nou jongens, een hele fijne hallo allemaal. En een hele... Zeg maar, Sjaki. Zeg maar. Kwaak.